Als jullie, jullie willen inschrijven, ik deel nu blaadjes uit. Over Betuwe is weer op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester. Britt en Sam Adriaan van basisschool De Zonnepoort zien dat helemaal zitten. Zij denken alles in huis te hebben om de nieuwe kinderburgemeester te worden. Ik ben Britt, ik ben elf jaar. Uh, ik heb één oudere broer en ik heb, uh, ja, mijn hobby's zijn voetballen, tekenen, en ja, een beetje knutselen, een beetje creativiteit gewoon. Ik ben Sam Adrian. Ik heb een broertje en een zusje. Mijn hobby's zijn Lego bouwen, steppen en fietsen. Kinderburgemeester word je niet zomaar. Je moet het leuk vinden om veel mensen te ontmoeten, ook volwassenen. Je moet goed kunnen vertellen en je moet iets voor kinderen willen doen. Waarom willen Brit en Sam Adrian dit eigenlijk zo graag? Ik vind dat uh, meer kinderen gewoon met wat minder geld gewoon naar een sportclub kunnen gaan. En uh, uh, ja, gewoon kunnen sporten en niet te veel hoeven te betalen. Nou, omdat het me gewoon leuk lijkt. En omdat, ik, uh, omdat het in het dorp is het heel druk met auto's en soms wel gevaarlijk. Dus ik wil kijken of ik dan iets kan veranderen. En dat er misschien meer uh, speeltuintjes komen op sommige plekken. Want ik heb gezien hier, en dat zal wel vet. In het meer in Overbatuwe zijn. En dat op sommige plekken zijn heel veel speeltuintjes en op andere is er maar één. En dat wil ik misschien nog bespreken. Ja, mijn meester en juf, uh, althans mijn meester kwam binnen en die uh, zei aan groep 7: van uh, jullie kunnen jullie inschrijven voor kinderburgemeester, als jullie dat leuk vinden. Dus als jullie jullie willen inschrijven, ik deel nu plaatjes uit, zodat je kan inschrijven. Als je dan zou worden, dan mocht je mee met de burgemeester en dat soort dingen voor een jaar. Ik hoop wel dat ik het word, want uh, het lijkt me gewoon heel leuk. En het lijkt me gewoon een nieuwe ervaring, want dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dus uh, ja, daarom eigenlijk hoop ik dat ik het word. De beste kandidaten gaan op gesprek bij burgemeester Hoytink-Rouwbos. Vervolgens maakt de gemeente op 21 juni bekend wie de nieuwe kinderburgemeester wordt.